Roos, Fleur en Evie hadden voor het Fête de la Nature zelf een kraam bedacht en gemaakt. We zijn hier dus mijn moeder heeft daar een kraampje en je kan bij ons geen stempel krijgen, maar doen gewoon gratis knutselen. Kan je iets leuks knutselen, bijvoorbeeld dat je zelf een potje kan maken en dan kan je dat versieren met stickers en allemaal andere plaatjes. En dan maak je er een bloemenvaas van? Ja, je kan er ook allemaal snoepjes in doen of potloden. Wat zeg je, wat kan je er allemaal in doen? Snoepjes of potloden of allemaal andere dingen. Je kan ook nog stokpaars maken. Je kan ook nog slingers maken. Waar is die slingers de zand dan? Ja. Je kan ook, zeg maar, je kan ook inkleuren. Je kan wasknijpers inkleuren. En je kan ook op potjes deze dingetjes plakken. Maar dan moet je het uitknippen, dan lijm op en dan doen en een plakje zo van een potje. Nou, geweldig. En dan mogen de mensen helemaal... Dat kost natuurlijk veel geld, hè? Nee, het kost niet geld, want het is gratis. Dat is heel belangrijk, hè? Toch? Ja. Maar bij het kraampje kost het wel geld. Ja, maar dat, ik geloof dat het ook iets als je zelf wat je wil geven, hè? Ja. We hebben niet echt dingen te kopen. Mijn moeder laat ook dingen zien wat je bijvoorbeeld kan kopen. Zodat je beter dingen kan bewaren of zo. Of ja, gewoon tips... over de duurzaamheid ook. Heel belangrijk, duurzaamheid, hè? Wat is dat eigenlijk, duurzaamheid? Duurzaamheid is eigenlijk dat je beter voor de natuur zorgt en zo. En dat je allemaal dingen beter doet, zodat je geen plastic in de natuur gooit en gewoon meer dingen bespaart. Maar ja, daar heb je toch een plastic ding daar. Ja, maar dit is al herbruikt plastic, dus daarom gebruiken wij dit weer opnieuw.